Goedenavond allemaal. Fijn dat jullie er allemaal, allemaal bent. Het thema van vanavond zal zijn het hart. Mijn eerste thema was een blij hart, maar naarmate ik bezig was met de voorbereiding, Hans, mijn man zegt altijd van je hebt al de 3 preken tegelijk en ja, welke wordt het dan? Nou, ik beslis niet, dat beslist de Heer. Maar de Heer gaf mij een, hij zei neem de pop mee. En ik moest het zo aankleden, dus ik heb het zo gedaan. Ik zal straks uitleggen waarom ik dat zo gedaan heb. Maar ik wil eens met jullie gaan kijken in het woord. Teksten die gaan over het hart. En er zijn er een heleboel van. Ik begrijp dat je niet alles zo achter elkaar kunt opzoeken. Dus ik wil het ervoor lezen en ik zal de teksten benoemen. De allereerste is Spreuken 16, vers 9. En ik heb verschillende vertalingen genomen, dat is het NBG of het boek. Spreuken 16 vers 9 zegt, een mens bepaalt in zijn hart wat hij wil doen. Maar de Heere heeft het laatste woord. In 1 Samuel 16 vers 7 staat, de Heere ziet het hart aan. Nehemia 2 vers 2. Daar staat, de koning zeide tot mij, waarom staat uw gezicht zo somber, hoewel gij niet ziek zijt? Dit kan niet anders dan hartzeer zijn. Spreuken 12, vers 25. Kom er in het hart van de mens, buigt het neder, maar een goed woord verblijdt. Spreuken 17, vers 22. Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren. Deuteronomium 12 vers 12. Gij zult u verheugen voor het aangezicht van de Heere uw God. Nehemia 8 vers 10 zegt, wees dus niet verdrietig, want de vreugde in de Heere is uw toevlucht. En de laatste die ik even uitgezocht heb, was Spreuken 4, vers 21. Behoed uw hart, want daaruit zijn de oorsprong des levens. Vergeet er nog één. Spreuken 17, vers 22. Een gelukkig hart is als een medicijn, genezend voor het lichaam. Iemand zei wel eens van, lachen is innerlijk joggen. Dat is wat anders dan hè? Joggen buiten. Waarom? Het oefent onze innerlijke ziel en brengt genezing. Soms moeten we onszelf wel eens aan het lachen brengen. Waarom? Dan gaan allemaal, in de hersenen is dat endorfine, als ik het goed heb. Maar dat gaat dan bewegen. En dat is een heel klein stofje in de hersenen. En als jij blij bent, zet dat meer in beweging en dat bevordert je genezing. Wat zeg je? Adrenaline. Ah, hartadrenaline, ja. Amen. Maar ook als we lachen, dan zetten we wat in beweging bij de ander. Waarom die ander gaat reageren. Ik weet niet of u dat wel eens doet, maar ik maakte er vroeger nogal eens een gewoonte van. Het is wat weggeëpt. En ik denk, nee Heer, ik wil het weer doen. Dus ik ben er weer mee begonnen. En dan zou ik denken van, nou, zo simpel. En dat is als ik mensen tegenkom, dan geef ik een vriendelijke glimlach. Of ze het verdienen of niet, ik geef ze gewoon een vriendelijke glimlach. En weet u, 9 van de 10 keer, dan geven ze een glimlach terug. En soms zie ik dat mensen echt hartzeer hebben. En als ik dan een glimlach terugkrijg, dan zeg ik, Heer, zegen deze persoon. Dat deze persoon een fijne dag mag hebben. Weet je, en zo kunnen wij allemaal kunnen we iets betekenen voor die ander. Het is zo simpel. Het is zo eenvoudig, maar zo effectief. En dat komt voort uit ons hart. Iemand zei dat, ik las het. Zijn we een wandelende advertentie voor Jezus? Of zijn we een wandelende advertentie voor Satan? En dan is de vraag, wie vertegenwoordigen wij? En ik hoop dat u net met mij zegt dat het Jezus is.
Uit het hart komen alle overleggingen voort. Nou, ik heb deze pot meegenomen om u allen wat te illustreren. Kijk, het blauw, het is koninklijk blauw, hè, wij zijn bekleed ook met het autoriteit, hè, dat is ook de kleur blauw. Maar soms, dan kunnen wij christen zijn en in die autoriteit staan, maar er kan toch iets gebeuren waardoor het ons wordt geroofd. In de wereld zie je heel veel mensen die zich de vreugde letterlijk laten roven. Die een ander hart hebben dan de christenen. En die komen er dan ongeveer zo uit te zien. Ze zijn gebonden. Hun leven is niet op orde. Het ziet er niet uit naar de vorm zoals God ze geschapen heeft. Maar toch wil God er wat mee doen. En de oplossing is... Dit niet. Zet ik zelf vast. Dit maar. Dat is de oplossing. Niet de schaar. De schaar is niet de oplossing. De oplossing is om de schaar aan Jezus te geven. Om te zeggen, Heer Jezus, neemt u mijn leven maar. En doe maar met u, met mijn leven wat u wil. En dan gaat er wat veranderen. Dat gaan we straks ook zien. We moeten ons bekleden. Kijk, toen Adam en Eva in de paradijs waren, toen waren ze naakt. Want zo had God het bedoeld. Maar toen de zon in het leven kwam, kleden zij zich. En die klederen die ze aanhadden, dat was ter bescherming van de kou, van de schaamte met name ook. Maar zo mogen wij ons ook bekleden met de klederen van onze hemelse Vader. Want toen wij christen werden, dan heeft hij ons bekleed met gerechtigheid. En gerechtigheid is wit, is heiligheid, is reinheid. Het is niet zwart zoals de wereld. Het is niet doods, het is levend. We mogen de liefde van God aantrekken. En de waarheid. We mogen staan op een waarheid en dat is het woord. En als we dat gaan aantrekken, gaan wij veranderen. Jezus gaf het allemaal. En toch zijn er christenen die niet blij zijn. Hoe komt dat? 1 ding kan ik u vertellen. Het is in ieder geval niet van God. De Heer zegt niet voor niets, behoed uw hart. Want daaruit ontspringt het leven. Het is hoe denken wij? Hoe is ons hart gesteld? Waar is ons hart op gericht? Dan kunnen we excuses hebben. En ik heb dat met touwtjes geïllustreerd. Zelfmedelijden. Daarmee kunnen we ons vasthouden. Door te zeggen van, ja maar Heer, ik kan het niet. En die ander kan het veel beter, dus dat neemt weg dat wij dus niks meer gaan doen. Ja maar, dat maakt dat je helemaal niet verandert. Je focus op omstandigheden, je situaties, maakt dat je zelf niet verandert en juist in de problemen blijft zitten. Ah, dat komt allemaal wel. Niet nu hoor, ik heb er nu niet de tijd voor. Ik ben er nog niet aan toe. En heel veel christenen zeggen ook van, ja maar, die strijd hè, die hoef ik niet. Ik wil wel Jezus in mijn leven, maar ik wil er niet voor hoeven strijden. Ik blijf liever maar zo. Maar ja, willen we veranderen, dan kost dat wat. Het kost inspanning, het kost tijd, het kost energie. Maar de beloning komt van de Heer. En we moeten de durf hebben en de lef hebben om te willen veranderen. Amen. We moeten een weerspiegeling zijn. Nee, ik zeg het zo. We moeten een afspiegeling zijn van de weerspiegeling van God. Want dit is
duidelijk geen afspiegeling van God. En dit is ook wat God, waardoor Jezus naar de wereld is gekomen om te laten zien van, weet je, ik weet dat jullie gebonden zijn. Ik weet dat jullie bevrijd moeten worden. Ik weet dat je moeite hebt, dat je strijd hebt en dat je ziekte misschien hebt. Of dat je iets hebt wat je zo graag wil overwinnen. Het kan een zonde zijn, een verslaving. Maar God wil dat allemaal gaan doen. We moeten wijs worden, maar we moeten niet eigenwijs blijven. We moeten de waarheid tot ons nemen als een medicijn. En overgeven, totaal vertrouwen op God. Hem de touwtjes in de hand geven, door weer te zeggen, Heer, doe maar. Snoei maar. En we weten allemaal, snoeien doet pijn. En het is een proces, het gaat niet van de ene dag op de andere dag. Maar God zegt, je staat niet alleen. Hoe het ook zij, ik ben erbij. He, dat zongen we net. Het is als een arend die boven de storm uitvliegt. Het kost inspanning, kost energie. Maar als je boven die storm uitstijgt met hem, kan je alles aan. En dat is wat God wil in ons leven ook. We kunnen de wereld de kleur van God geven. Ik zei het al, geef iemand maar eens een glimlach. Of zoals broeder Hans al zei, hè, door het uitdelen van een brood. Of uitdelen van olijfolie, hè, wat we vanavond gezien hebben. Niet iedereen, maar... Maar zo mogen we allemaal wat betekenen. We mogen naar onze buurvrouw gaan, naar onze buurman. Ook al kennen we hem niet. Maar we mogen een vriendelijk gezicht laten zien. We mogen... laten zien dat wij om hem geven. Van buurman, hoe is het? Hoe staat het met de planten? Gewoon heel eenvoudig. We kunnen het allemaal heel moeilijk doen, maar het is vaak eerst de vriendschap bewerken. En vanuit de vriendschap gaat het hart van die ander steeds meer open, waardoor je steeds meer gaat vertrouwen, waardoor je uiteindelijk over de Heer kan praten. Heel veel mensen, heel veel christenen ook, ik trek mezelf er ook in. Het was altijd zo van, we gaan evangeliseren, we gaan de mensen bekeren tot Jezus. Het lijkt dat de tijd helemaal voorbij is. He, we weten dat mensen het evangelie soms niet meer willen horen. Maar er komt een tijd aan, of eigenlijk is die tijd al, dat mensen weer openstaan. En wat ik persoonlijk gedaan heb, en ik hoop dat het jullie mag helpen ook, is bidden om de vrijmoedigheid van Heer. Geef me de vrijmoedigheid om met mensen te praten. En ik ben begonnen met Pinksteren met de buurvrouw. En het heeft eigenlijk een beetje een effect gehad. We waren een heel eenvoudig een balkon aan het veranderen. Ja, gezellig plantjes kopen. En dat ging naar de volgende balkon. En naar het volgende balkon. Die persoon had ook zoiets van, ja, maar dat wil ik ook. En de volgende zit een beetje jaloers of van, ja, jullie hebben het allemaal zo mooi voor elkaar. Ik wil het eigenlijk ook. En de buurvrouw, die stapte uit naar al die andere vrouwen. En dat vond ik het mooiste. Want wat deed mijn buurvrouw? Zij ging geven. Zonder iets terug te ontvangen. En dan weet ik dat de Heer haar gaat zegenen. En we zijn er nog niet. Ze moet niet veel hebben van de kerk, maar ze ziet de kerk als een instituut. We zijn nu bezig om echt te laten zien dat het in een relatie zit. Dat het niet om de kerk gaat, maar dat het om een relatie met Jezus gaat. En ik kan me er al op verheugen. Het is er nog niet, maar de Heer zegt van, verheug je erin. Ik ben bij machten meer te doen dan jij kunt bedenken of kunt beseffen. En ik weet zeker dat ik, als de Heer de buurvrouw hart aan de Heer geeft, dat ik net zo hard aan het juichen ben als de engelen daarboven. Ja, zeker. Sorry. Ja, dat is flink, hoor. Maar goed, we gaan naar de pop. Weet u, de Heer wil zo graag dingen doorbreken. Hij is begonnen door te zeggen, ik ben aan het kruis gegaan voor jou.
Al jouw zonden, al jouw ziektes heb ik op mij genomen, opdat jij zal geven. En dat je leven zal hebben in overvloed. Hij heeft gezegd, mijn kind, ik hou van je, meer dan jij ooit kunt beseffen. En ik weet dat jij misschien niet zoveel van mij kunt houden als dat jij zou willen. Maar God wil verder gaan. Jezus wil verder in ons hart gaan komen dan wij durven toe te laten. En als wij zeggen, Heer, doe het maar in mij, door mij, dan valt er weer iets weg. De Heer heeft ook gezegd, je bent van waarde. Ik heb je geschapen. Ik vind je prachtig. Je bent mijn schoonheid. Je bent geliefd kind van mij. En ik wil dat je net zo gaat denken over jezelf als dat ik over jou denk. Dat is vaak een belemmering bij ons. Dat we niet weten wie we zijn in Christus. Als we dat gaan leren, gaat weer wat vrij. Alle ziekten heeft hij op zich genomen. En hij wil ons bevrijden van alle ziekten. En hij doet op zijn tijd. En dat is soms wel eens moeilijk. Hè? Maar God geneest altijd, zeggen we. Maar vaak niet op de tijd die wij willen. Maar God zegt, ik ben de genezer en ik zal genezen. En dan mogen we naar uitstrekken. Dan mogen we geloven, dan mogen we ook gaan staan en dan mogen we hem voor danken. Dan heb je nog mensen die gebonden zijn. Gebonden aan verslavingen. En dan zegt de Heer, ook dat heb ik aan het kruis gedragen. En ik wil je daar ook van bevrijden. Van alles wat je vasthoudt. En dat kan vast zijn rondom het hart. Het kan vastzitten in je denken. Maar het kan ook vastzitten in je lichamelijke. Maar ook daar is de Heer Jezus voor gestorven. Hij zegt, je bent mijn kind. Ik heb je gekocht. Wees vrij. En er zijn nog wel eens mensen die soms met doodsbanden omlopen. Wist u dat? Dat je wel christen bent en je wil zo graag, maar het is iets wat je tegenhoudt. Zegt Jezus, ook daar ben ik voor gestorven. En dan zie je dat er al heel veel banden zijn afgevallen. En wat ga je dan zien? Dan gaan we dit zien. Ik weet niet of je het allemaal kan zien. Maar het is een witte jurk. Dus de klederen die wij aan hebben gekregen toen we Jezus aannamen als onze redder en verlosser. Hij heeft ons gevuld, heeft ons hart gevuld. Ik denk, ik doe maar in mijn vol hart, dan valt het goed op. Een gevuld hart, vol van zijn liefde, heeft hij ons gegeven. Maar hij heeft nog meer gegeven. Als je de riem ziet, de riem is van zilver. Dat is de prijs, dat is boven de prijs die hij betaald heeft. En hij zegt, tot zover haal ik jouw riem aan. Maar jij mag niet verder aanhalen en helemaal vast gaan zitten dat je helemaal niet kan bewegen. Ik geef je die bewegingsruimte. En ik bepaal hoeveel. De brosje, de bloem die wij zijn. Soms zijn we nog in knop. Maar hij wil die knop helemaal tot bloei laten komen, die bloem. Hij heeft een parel in het midden. Wat zegt, je bent een parel in mijn hand. Je bent een parel in mijn ogen. Dan zie je de lichtblauwe lap. De lichtblauwe lap staat voor de geest. Als we Jezus leren kennen, dan zijn er twee wegen die nog een beetje moeilijk zijn. Dat is vanuit eigen kracht werken, waardoor je dus je eigen ding gaat doen. Dat werkt vaak niet. En dan zegt ook de Heer, geef wat over aan mij. Laat mij door je heen werken. Laat mijn geest door je heen werken. En als dat gaat gebeuren, dan zal het een overvloed zijn. Ik heb het ook als een stroom, als het ware, om de schouder heen gedaan. Als het goed is, gaat het vloeien. Maar dat is een proces, dat moet nog gestalte krijgen. Maar als wij ons meer gaan uitstrekken,
ook naar de geestesgaven die de Heer heeft gegeven. En daar zit ook bij de blijdschap, de vreugde, zelfbeheersing, de langmoedigheid, al die vruchten van de geest, die gaan in ons werken als wij met Jezus op pad gaan. En dan gaat hij nog verder, dan gaan wij ontdekken, hé, wat voor talenten hebben wij eigenlijk? En Heer, wat voor gaven hebt u mij gegeven? En wat ben ik? Ben ik een herder? Ben ik een profetesse of een profeet? Of ben ik een spreker? Heb ik de gave van bemoediging? Of de gave van gastvrijheid? Dat zijn allemaal dingen waar we naar mogen vragen bij de Heer. En als we dat gaan doen, dan gaat de Heer zeggen, ik ga met je op pad. En soms denk je van, nou mijn Heer, dat is toch niet de weg die ik voor ogen had? Nee, maar het is ook niet jouw weg. Het is zijn weg met jou. En hij bepaalt welke weg jij gaat. En soms denken wij van, nou Heer, dat weet ik niet hoor. Of je verwacht een verandering en die verandering blijft maar uit en blijft maar uit. Totdat je op een gegeven moment achterom kijkt en zegt, Heer, ik ben met mij bezig. Ik ervaar een verandering. Heer, als ik omkijk, dan zie ik dat u al die tijd bij mij was. Altijd met mij bezig was. En dan als je merkt wat de Heer dan gaat doen, hè, zoals de Heer het bij mij gedaan wil, vrijmoedigheid te geven, dat ik zonder te weten aan het evangeliseren ben gegaan. Niet alleen bij mijn buurvrouw, maar ook op straat. En toen dacht ik, Heer, dat zijn maar geen woorden van mij, dat zou ik helemaal niet bedenken. Dan mag je weten, ja, het is van God. Het is van Hem, aan mij, door mij gegeven, voor die ander. En als je dan ook ziet dat die ander dan zegt van, nou, hoe wist jij dat nou? Hè, wij waren voordat we op vakantie gingen, we waren in een tuincentrum. En we komen daar een man tegen, die kennen we al jaren eigenlijk, heeft een zaak. En elke keer gaan we eens even in de zaak en zeggen van, goh, John, hoe is het nu met jou? Nou, het is altijd wel goed en altijd krijgen we te horen, druk. Druk, druk, druk. En hij heeft een vriendin. En was even met hem in het tuincentrum iets uit te zoeken voor zijn schoonmoeder. En, nou, mijn man had even gewoon even van, John, hoe is het? En dit en dat. En ik keek John aan en ik kreeg in mijn hart zo'n bewogenheid voor hem. En voordat ik er erg in had, zei ik tegen hem, John, wanneer neem je eens tijd voor jezelf? En ik wist dat het niet van mij was. Ik wist dat dit van de Heer was. En de vriendin, die kijkt mij aan, ze zegt, nou, u weet precies de goede vraag te stellen. Ik zeg, nou, ik stel die vraag wel vaker aan hem. Ik zeg, maar elke keer zegt hij, ik heb het te druk. En het komt wel. Hij stelt het steeds uit, net zoals wij excuses kunnen hebben om toch maar niet te willen veranderen. Ik zeg, al moet ik elke dag naar John toe. En dan moet ik hem elke dag vertellen, John, je weet het hè, denk eraan, ga ermee aan de slag. En dan zal ik het misschien vervelend vinden, maar dan zal ik toch nog zeggen, John, ik hou van je. Ik hou van je omdat ik wil dat niemand verloren gaat, ook niet verloren gaat in het werk. En dat het ten koste gaat van een relatie, want dat is niet wat God wil. Mensen kunnen ook zeggen als excuus, ik heb al genoeg problemen van mezelf. Als je een ander niet helpt, blijf jij je problemen houden. Hoe groot uw probleem ook is. Doe zijn werk en hij zorgt voor jouw werk. Vertrouw op de Heer en doe het goede. Wees een zegen voor een ander. Blijf geven. En laten we niet altijd aan onszelf denken. Ja, Hans had het ook over zaaien. Zaaien, dat kun je ook voor jezelf doen natuurlijk. Maar het mooie is, als je zaait naar die ander, dan zul je ook oogsten. Maar je oogst niet wat je gezaaid hebt, maar je oogst dan wat je gezaaid hebt, maar je oogst dan de liefde van God. Als we kwaad zaaien, zullen we kwaad oogsten. Maar als we gaan zaaien in de zin van dienen, dan zal God ons belonen.
en niet de mensen. Want heel vaak verwachten wij het van mensen. Maar het is niet de mens die ons zegent, het is God die ons elke keer weer zegent. Weet u, we zijn gered om te dienen. We zijn gered om te zaaien. En we zijn gered om te delen. Het zijn kleine dingen die levens kunnen veranderen. Maar die kleine dingen moeten we vaak aanleren. Jezus liep nooit voorbij mensen. Jezus liep nooit voorbij mensen die hulp nodig hadden. En hebben. Laten wij ook nooit voorbij lopen als we een kans krijgen om toch iets te doen. Als we iets op het hart krijgen, laten we het gaan doen. Hoe moeilijk we het ook vinden. Want misschien gebruikt de Heer u en mij om te zeggen van ik wil dat je dat zegt tegen die persoon. Of ik wil dat je eens met die persoon gaat praten. Ook al sta je misschien op de bus te wachten en heb je nog heel veel dingen te doen. Misschien moet je die bus even missen en de volgende stadsbus nemen. En even de tijd nemen voor de persoon. Maar de laatste man, die woont bij ons in de flat. En hij had mij een keer ontmoet bij de HEMA. En hij zegt, goh, ik ken u. Ik zeg, nou, ik ken u eigenlijk niet. Toen zei hij van, ja, ik woon in dezelfde flat als u. Ik zei, oh, wat fijn. Dus we kregen even een kort gesprekje. Maar ik was met een vriendin en ik wou ons niet storen. Dus hij ging eten. Ik zei, nou, ik wens u een smakelijke ontbijt. Hij zei, dank u wel. En denk een week later kwam Hans en ik kwam die man weer tegen en zei, ah, ik ken u beiden. Ik heb al veel over u gehoord in de flat. Dus wij keken die man aan van, nou, wat zou die gehoord hebben? Hij zegt, ja, begrijp me goed hoor, het is niet verkeerd bedoeld. Hij zegt, maar ik heb begrepen dat u bij een voorgangers bent. En we zeiden, ja, dat klopt. Oh, hij zegt, want ik heb wel wat vragen. Nou, ik denk dat we onderhand, denk ik, een uur gepraat hebben met deze man. En we konden nog wel een uur doorpraten. Maar we hebben deze man al zoveel mee kunnen geven. En het trieste tijdens het gesprek merkte ik op was dat hij had iets meegekregen van huis uit. En hij had dat. Het was zo in hem geworteld, dat toen wij vertelden dat het eigenlijk anders is dan dat hij dacht. Ja, dat brengt natuurlijk een beetje verwarring. Maar we vertelden meer en meer en meer, hè, liefdevol, hè, liefde laten zien. Waardoor we op een gegeven moment, dat als Hans aan het praten was, was ik aan het bidden. En als ik aan het praten was, was Hans aan het bidden voor deze man. En heel langzamerhand, na dat uur, zagen wij dat hij het hart wat meer ging openen. Hij zegt, ik heb eigenlijk nog heel veel vragen. Hij zegt, ik vind het wel heel interessant. Heel vaak zeggen mensen, oh, ik wil graag filosoferen, discussiëren. Hè, maar het is de essentie is dat je iets kunt brengen in het hart van die ander. En nou, we hebben tegen een man gezegd van, nou, het wordt gewoon vervolgd. En hij kijkt ook echt uit. Maar hij zegt, jullie hebben mij toen wegging. Hij zegt, wil jullie bedanken? Ik zeg, nou, voor ons niet te bedanken, want het is de Heer die ons daarvoor gebruikt. Maar hij zegt, jullie hebben wel dingen aangekaart waar ik weer mee verder kan. En waar ik over na ga denken. Want sommige dingen, ja, zegt hij, daar heb je toch even, ben toch aan het denken gezet. En dan denk ik, waarvoor zijn we in de wereld gekomen? Niet voor onszelf. We zijn er om de duistere wereld te laten zien dat er hoop is, dat er leven is. En dat er leven is in overvloed. Alleen, wij als christenen moeten wel laten zien, we kunnen niet met de wereld meegaan, dan zouden we niet anders zijn. Maar de Bijbel zegt heel duidelijk, gij geheel anders. Wij moeten die verandering zijn. Wij moeten ook die verandering binnen zijn. En dat betekent soms uitstappen en dingen gaan doen. Een man in Amerika had een taxibedrijf. En hij moest naar een wijk. En hij stopte daar voor het huis. En de deur ging niet open. En hij dacht, ja, zal ik me aanmelden of zal ik nog even wachten? Nou, hij besloot om even te wachten. Toen ging op een gegeven moment de deur open. En hij zag in de deuropeningen dat er allemaal witte kleden over de meubels waren gelegd. Nou, meestal is dat in Amerika is dat een gewoonte dat je dan gaat verhuizen.
Zij zag dat, hij zei niks. Hij liep naar die vrouw toe, hij liet instappen. Er zat een rollator bij haar, hij deed een rollator in de kofferbak. Hij stapte in en zegt, mevrouw, waar mag ik u naartoe brengen? Nou, zegt ze, rij eerst maar naar het centrum. Dus hij reed naar het centrum. En die vrouw begon een heel verhaal te vertellen dat, dat ze ziek was. Meer zei ze niet. Dus die man kreeg eigenlijk een beetje medelijden met haar. En die dacht, weet je wat, laat ik een goede daad doen vandaag, ik doe een meter uit. Hij zegt, waar wilt u naartoe gaan? En ze zegt, nou, zou ik me daar naartoe willen brengen? En deze taxichauffeur bracht deze vrouw op alle plekken van haar jeugd, waar ze naar school was geweest, waar ze vriendinnen had wonen. En die man reed haar overal mee naartoe. Tot aan het eind ze bij een verzorgingshuis uitkwam. Tijdens de rit vertelde ze deze man dat ze ongeneeslijk ziek was. En dat ze dus naar een huis ging. En dat dat dus ja, haar laatste woonplaats en huis zou zijn. De man die bracht er overal mee naartoe. Toen we bij het verzorgingshuis aankwamen, hielp hij haar mee met uitstappen. Maar hij zegt, ach, ze verwachten haar al, want ze kwamen met een rolstoel aan en ze brachten haar naar binnen. En voordat die vrouw naar binnen ging, draaide ze zich om naar de taxichauffeur. En ze zegt, jongeman, ik wil jou heel hartelijk bedanken. Wat ben ik je schuldig? En de man zegt van, helemaal niets. En die vrouw werd zo stil. En heeft die man zo bedankt. Ze zegt, dank u dat u dit voor mij hebt willen doen. Want er zijn weinigen die dat willen. En zo ging ze naar binnen. En de taxichauffeur is... heeft zijn motor, zijn meter niet meer aangezet, is gewoon rondjes gaan rijden. Heeft geen klanten meer weg willen brengen. Hij heeft alleen maar zitten rijden en nadenken van, wauw. Hij werd zo stil van, wat als iemand anders deze vrouw in de taxi had genomen en niet had geluisterd naar haar verhaal. Dan was ze direct naar het verzorgingshuis gebracht. Wat voor gedachten zou die vrouw dan hebben? Zou ze teleurgesteld zijn? Zou ze verbitterd raken? Misschien ook wel helemaal niet. Maar ik denk dat ze toch heel anders naar dat verzorgingshuis was gegaan. En deze man was zo dankbaar en zo blij. En hij zegt, deze hele dag heb ik gewoon gewijd om gewoon dankbaar te zijn. Dat we dus nog meer kunnen betekenen dan alleen maar taxichauffeur zijn. Maar dat we ook mensen naar mensen mogen uitreiken. En ik vond dat zo'n geweldige getuigenis van deze man die toch de tijd nam om deze vrouw rond te rijden. En ik hoop dat het voor jullie ook, ja, ook zo mag zijn dat we mogen zijn zoals Jezus. What would Jesus do? U kent het misschien, wat zou Jezus doen? En als wij daar elke dag over na zouden denken, de dag mee zouden beginnen van, wat zou Jezus vandaag doen met mij? Dan denk ik wel dat het een hele interessante dag gaat worden. Want je weet, deze taxichauffeur wist van tevoren ook niet dat hij deze vrouw in zijn taxi kreeg. En dan zal elke dag zo'n bijzondere dag zijn. En dan denk ik, wij hebben Jezus. Maar er zijn nog zoveel die Jezus niet hebben, die Jezus niet kennen, die vermoeid, belast zijn. We hebben zelfs een vrouw, eergisteren waren we even aan het lopen naar een camping. Het was een mooie route langs een meertje, een kabbelend meertje, heel mooi. Even een avondwandeling maken en we zien daar een vrouw zitten. En ik zeg tegen Hans, ik zeg, volgens mij gaat het niet goed met deze vrouw. Dan was deze vrouw gebonden. En zodra we in de buurt kwamen, liep ze van ons weg. Eigenlijk de bos in. En dan ga je ook nadenken als je weer terugloopt van, ja, wat, ik vroeg ook tegen Hans, wat hadden we kunnen doen? En Hans heeft me wel dingen uitgelegd, ook principes uitgelegd. Soms kun je niet alles doen. Maar wat we wel hebben gedaan is deze vrouw zegenen. En we hebben voor haar gebeden.
Niet met haar, omdat ze weg was. Maar we hebben wel onderweg gewoon gebeden van: Heer, wilt u maar mensen op haar pad brengen. Hè, die Jezus kennen. Maar dat ze een geestelijk huis gaat vinden. Want dat is belangrijk. Want eigenlijk was het een zwerfster aan de straten. Hans zei al van: kijk, er staan hier zoveel huizen leeg. Het zou me niet verbazen als zo'n vrouw één van die lege huizen gewoon zit. En dan denk ik, als je daarover na gaat denken, dat is toch triest eigenlijk, hè? Dan denk ik, wij hebben het leven, maar we kunnen uitreiken naar een leven, naar een andermans leven. In de hoop dat ze, ja, dat we deze mensen ook de hulp kunnen geven die Jezus ook zal bieden. En ze ook naar een herberg zal brengen, die de Heer ook, wat de Heer ook zal doen. We mogen leven, en misschien wel leren, maar leven om lief te hebben. Ten eerste onszelf, hè, want de Heer heeft ons lief. Als de liefde niet in ons is, de liefde van Jezus niet in ons is, dan kunnen we niks. Als we liefde van de Heer in ons hebben, dan kunnen we ook uitstrekken naar een ander. En kunnen we zoveel meer betekenen. En ik weet zeker dat als wij daarmee zouden beginnen, of daar ons bewust van worden, dat we hier elke week een getuigenis hebben. En daar geloof ik in. En dat bouwt weer geloof op. Dus we kunnen elkaar daarmee ook bemoedigen, aanmoedigen. En ja, verder helpen. En ik hoop ja, dat misschien eenvoudig wat ik gesproken heb. Maar ik hoop dat het wel doeltreffend is. En ik wil jullie daarmee bemoedigen. En ik wil jullie mee zegenen. In Jezus' naam.